Maar... Guus! Hey! Neppe aandacht. Hey, Guus! Hallo! Ik neem 1, 2 stoepjes hier. Ik was 1 op 10 dat jij nu het water in springt. Laat jezelf gaan in je onzekerheid. Ik weet het van mezelf, kan soms vervelend zijn. Ik wil het beste voor ons beiden, is dat wederzijds. Want mijn wereld is zo stil als jij niet bent. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En het is vandaag een hele gekke dag. Moet je eens eventjes kijken. Als je het raam uitkijkt, zie je eigenlijk helemaal niks. Kijk dan. Heel mistig is het vandaag. Je ziet bijna de grond niet eens. Maar goed, het is momenteel 10 uur en ik en Willem gaan richting Haarlem. Want we gaan weer een keertje lekker sporten. En ik moet zeggen, we zijn de laatste tijd best wel goed bezig. Veel lopen, veel bewegen, lekker sporten. Ook redelijk goed eten. Nou, als ik dan ook nog stop met alcohol drinken in het weekend, dan is het al helemaal fantastisch. Maar goed, we hebben wel een beetje haast. Want ik was, zoals je ziet, ik kom echt net mijn bed uit. Ik heb een koffietje genomen, ik heb snel even tanden gepoetst. Dus we moeten nu weg. Wim! Zijn we er klaar voor? Ready. Goedemorgen. Goedemorgen jongens. Wat lig je nou ook nog lekker in je bed? Ja, maar kijk even hoe lekker je ligt joh. Met het prachtige mistige uitzicht. Ja, met het uitzicht. Ja, zo zie je ook niet, maar... Nee, maar... Het ziet er wel weer dik uit ook wel. Het is wel heel hard. Heerlijk. Wim, we moeten gaan. Hey, jongens, mag ik even zeggen dat ik echt trots op jullie ben dat jullie gaan sporten? Goed hè. Hij mag het wel zeggen. Hij mag het wel even zeggen. Ja. Ik mag niet sporten. Ja, dat is wel echt kut. Ruben mag nog steeds niet veel inspannen voor zijn hart. Dus dames, hou hem even rustig. Ja, niet jongens, veel, zijn hartslag niet te hoog. Ja. Even niet te veel aandacht geven. Nee, dan gaat zijn hartslag omhoog. Maar goed, Wim moet gaan, anders komen we te laat. Vincent? Ja? Ga jij uitleggen aan jullie dat we te laat zijn? Als we nu een beetje tempo maken, dan hoeft het niet. Oké. Okay. Dan komen we alsnog gewoon op tijd. Denk je? Ja, ja. Heb jij leuke broeken? Ja, die is van jou. Oh. Echt zo'n echte sportbroek, zo'n hardloopbroek, weet je al. Ja. Dat is lekker met sporten. Dat is lekker, hè? Ja, waarom koop je dat zelf dan niet? Omdat ik geen geld heb. Oh ja. Weet je, kijk. Zou ik een kerstcadeautje voor je kopen? Ja, leuk. Volgend jaar. Ja, dat is goed. Dat is goed. Oh ja, dit jaar dan, hè? Oh, een water en een banaan. Ontbijt je altijd zo? Nooit sport op een lege maag. Nee? Nee, dat heb ik geleerd. Hoezo? Is het wel misgegaan dan? Nee, kijk, weet je, als ik niet ga eten en ik ga wel flink sporten, dan ga ik zo trillen zo. Ja? Ja. Dan moet ik ook gewoon niet doen. Nee, niet zo handig. Het is gewoon niet handig. Moet je eens kijken, jongens. Het is echt niet normaal mistig. Ik denk dat je misschien... Wat is het? 20 meter voor je kan kijken of zo? Dat is bizar, Willem. Nee, moet je ogen open doen. Vind je het niet een beetje spannend zo? Nee, ik vertrouw jou. Ik kan ook wel echt goed rijden. Ja. Vincent. Ja. Kijk eens even naar de tijd. Dat is heel lastig. Man. Het is nu 3:30. En we zijn er echt bijna. 3:30? Ja. Oh, jouw tijd staat niet goed. Ja. Op je... Oh, nee, hier is 3 van deze nog 2 minuten achter. Het is 3:30, dus we komen als het goed is gewoon op tijd aan. Klasse. Ja, maar weet je, het lukt me wel. Ja, maar meestal is het handig om 5 minuten van tevoren ergens te zijn. Vind je dat onzin? Dat vind ik onzin. Hoezo? Verspilling van je tijd. Maar hoezo? Ja, dat weet ik niet. Dat is een moeilijke vraag. Hoor. Deze antwoord kan ik niet bevragen. Oké, doe maar niet dan. Goedemorgen, meneer. Hey, goedemorgen. Yo. Hoe is ie? Ja, goed. Gaan we even lekker trainen, Hit? Ja. Ik ben dik geworden. Ja, nee, ik weet het. Ik ben een dikke jongen geworden. Ja, maar weet je wat ook het voordeel is van het feit dat jij zoveel op Insta zet? Ja. En zoveel vlogt. Je moet even wat minder gaan suipen op maandag. En ik weet niet hoor, maar sushi, dat is lekker. Maar jij beschouwt het weer als all you can eat, hè? Nee. Ja. Je hebt rijst met vis en komkommer en zo, avocado. Ja, en overal waar tuff voor staat is... Slecht. Dankjewel. Laten we gaan trainen. We gaan trainen, jongens. Buikje gaat eraf. Laat jij nou eens even zien wat je kan. Hey. Ga eens wat doen. Kom op. Ga eens wat doen. Oh zo. Hij gaat even stoer doen. Vandaag gaat Tom ons trainen in plaats van Hidde. En Tom is meestal ook wat beter. Ja, kijk. En drukken. Ja. Tom, auw. Auw, Tom. Tom. Ik voel een beetje slap gedrag aankomen. Lekker bezig. Kom op, Willem, deze kant op. Willem. Een rondje op. 3, 2, 1, start hem maar. Kom op. Kom, Pim. Omhoog. Knie naar je borst. Mooi. Lekker. Wat en dan nog? We zijn klaar. Wat komt echt voor ons? Dat weer. Wimpie, gaat het wel, jongen? Nee, dat is goed. Gaat met jou. Hey, Tom. Vorige keer was Willem echt helemaal aan het zeiken van ja, oh, ik heb last, kan niet meer toen we thuis waren. Ik heb gewoon mijn hamstring. Weet je dat noem? Dat noem je gewoon een slappe hap. Slappe hap. Een slappe tosti. Oh, mijn camera vasthouden is ook nu kut.
Boom. Hou eens vast dan. Zag hij nekker naar beneden? Alles. Zie je zo op camera, beeld zo. Oh. Oh nee. We zijn klaar. Maar... Guus! Hey! Hey Guus! Hallo! Hey! Hey! Hij mag jou niet willen. Hij mag me niet. Nee. Guus! 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 Hey! Hey vriend! Hallo! Wil je maar roep hem eens, roep hem eens. Guus! Guus! Hey! Hey! Dan gaat hij trappelen met zijn voeten. Ah, ja! Hij zat zo blij. Je bent echt... Oh, je bent lief. Oh! Oh, Guus! Guus! Wat doet hij? Guus, salto! Op je backflip. Oh! Wat is hij aan het doen? Schat, ik voel het al een tijd. Ik neem 1, 2 snoepjes hier. Zet die mannen X op papier. 3, 4, bijna 50. We zijn toch van planning veranderd. We gaan niet meer naar huis, maar we gaan eventjes lekker lopen op het strand, Wim. En even wandelen. Maar eerst moeten we natuurlijk eventjes wat eten, dus we gaan eventjes een broodje halen. Ja. Want anders dan hebben we helemaal niks voor niks gesport, jongens. Niks voor niks, niks. Niks voor niks. Maar nee, dan zijn we zo goed bezig. We hebben en gesport en we gaan ook nog eens wandelen. Trots op je. Je ziet het. Je ziet het. Waar heb je nou echt zin in, jongen? Ik heb echt zin in lekker eten. Gewoon een lekkere wrap. Weet je wat ik ga doen? Ik ga denk ik voor een bacon met ei. Kip Caesar, denk ik. En deze. Goh. Moet je zien, ik heb ook nog eens 35% korting. Ik was 1 op 10 dat jij nu het water inspringt. Ja, maar... Ik heb misschien nog wel een handdoek voor je in de auto. Misschien heb ik niet. En ik heb ook nog een broek. Ja, maar ik heb... de auto is wel daar, hè? Ja, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Ik kan eens 1 op 10, ja? Oh, wil je doen? Nee, liever niet. Maar dan moet jij ook. Nee. Hoezo, zo werkt het. Oké, dan gaan we gewoon lopen, Wat ben je nou aan het doen, man? Hij leeft nog. Ik ga nu gewoon... Hey, hoor je... Idioot, we zijn onderweg. Ik kon niet meer. Ik vond dit wel een moment om even te zeggen van... Ik heb je back. Nee, ik heb jou... Oh nee. Jij hebt mijn back. Ach, je stikt. Ja, stop maar. Dat is goed zo. Ga lekker zelf lopen, man. Oké. Ik ben Ruben maar even gaan facetimen, want... Ja, ik zit toch helemaal alleen. Vincent wil niet met mij praten. Alleen op de bank. Ja. In het huis. Maar Ruben, niet bang zijn. We komen er gewoon aan, hè? Niet bang zijn? Ja, leuk. Ik hoor hem. Goed hoor. Ja, kut Willem, kom door jou dat ik deze grappen maak. Hoezo? Jij maakt ook niet slechte grappen. Nou ja, maar ja, wees blij dat je een beetje humor erbij maar krijgt. Kom eens achter of je vindt het Willem slechte grappen maken. Nou. Dat valt echt wel mee. Maar lekker aan het wandelen jongens. Ja. Maar als wij thuis zijn, dan staat er gewoon lunch klaar of niet? Ja, bij de FOMAR. Oké. Okay. Ja, dat is een heel mooi concept. Je kan daar je spullen kopen, kan je het toch zelf klaarmaken. Oh, nou, dat klinkt wel leuk. Ja hè? Ja. Nou, mooi. Ik ga maar lekker gaan doen dan. Nou, kom eraan. Was het nou vorige vlog ook al dat we chocomel gingen halen? Moet je niet zeggen, moet je niet zeggen. Waarom nu? Nee, was een vlog daarvoor, denk ik. Wel, nee. Jawel. Wel, want vorige keer waren we naar Amsterdam gegaan. Oh ja. Maar goed, we zijn er weer. Niet. Maar mag dit van Hidde, denk je? Nee. Maar Hidde kijkt mijn vlogs niet. Of wel? Ik weet het niet, moet je aan Hidde vragen. Hidde, sorry. Ik weet dat er veel suiker in zit, maar... Is lekker. Goed. We zitten weer heerlijk in de auto, onderweg naar huis. En ik ga straks richting Arnhem, want ik ga nu wel de studio in. Vorige keer zou ik ook de studio ingaan, maar uiteindelijk was de studio bezet. Maar ja, ik ga dus lekker naar Arnhem. Samen met Sven. Ik weet niet, volgens mij heb ik Sven nog nooit een keer... Ik weet niet of ik Sven al een keer heb gefilmd. Maar goed, Sven is een jongen die zit op de Herman Brood Academie. Het is een muzikaal genie. Huh? Sommigen het wel zeggen, muzikaal genie. En ja. Noem je jezelf ook zo? Nee. Oh. Ik noem mezelf een loser. Oké. Maar goed, ik moet daar om 4 uur zijn. Dus wij rijden nu even snel naar huis. Ga ik even douchen en dan stap ik weer de auto in. En dan gaan we richting Arnhem. En dan ga ik jullie lekker meenemen op een leuke studiosessie. Dan kan ik jullie een beetje laten zien hoe ik muziek maak. Ga je daar ook een 101 bars opnemen? Ja, ik ga een 101 bars opnemen. Ja? Ja. Waar ga je over hebben dan? Over een zware jeugd. En over weet je, de tijd. Over je Russisch. Mijn buren Russisch. Russisch met Gio. En die tijd in het appartement. Je kent het. Ik wil alleen maar water in de koelkast. Je ziet het. Soms is het wel echt zo bij ons. Wij hebben echt zo'n slecht gevulde koelkast. Nee, hij is heel random. De ene week zit hij helemaal vol. Ja, maar... En de andere week zit er niks meer in. Nee, klopt. Het is wel een beetje een gek losgeslagen projectiel. Ja, vooral jouw plankje. Precies.
Precies, je ziet dit. Wat is dit nou weer, hé? Hey? Hé, hey, ik moet wel zeggen, dat uitzicht hier is wel echt fantastisch. Ja, je ziet echt helemaal niks. Echt magisch. Echt magisch. Hé, maak hem eens hier. De hele dag al. Hey. Ik wil even naar buiten kijken. Hey. Het is nog erger dan vanochtend. Hé. Hey. Hey. Zo. Vanochtend zag je nog wel wat, maar nu zie je echt helemaal niks. Kijk. Het is gewoon wit. Niks. Helemaal niks. Ik heb een tas meegenomen. Daar heb ik mijn laptop in zitten en mijn koptelefoon en alle spullen die ik nodig heb om muziek te gaan maken. Ik ga Willem eventjes naar Utrecht brengen, want die gaat... Je ging toch bij je tante langs of zo? Nee, ik ga zuipen in Utrecht. Huh? Wat? Oh, nou goed. Maar ik ga ook eventjes Luca ophalen. Luca Giliet, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. En hij maakt ook veel muziek, dus die gaat gezellig mee. Kunnen we een beetje samen sparren, leuke teksten bedenken. Dus die moet ook nog ophalen. Maar ik had om 4:00 afgesproken in Arnhem en het is nu kwart over 3:00 en dat gaan we nooit halen. Dus opschieten. Sporten, lopen, fruit eten, chocomel drinken. Oh, wat? Ik heb een kan gepoet. Ja, echt heel smerig. Echt heel smerig. Moet je ook niet doen. Hé, huh? De lift is nat. Wat is nou weer? Wim, heb je net weer in de lift geplast? We hebben het hier over gehad, Wim. Hé, hey, waarom doe je het nou nog een keer? Nee, maar waarom doe je het nou nog een keer? Is toch niet de bedoeling? Maar waar moet het anders? Weet ik veel, niet hier. Lekker vriend. Ga het zo maar even opruimen, Wim. Dom gedoe. Ik kwam er net achter dat ik een vies shirt aan had. Maar moet je eens kijken. Ik heb gewoon, dit had ik nog in mijn achterbak liggen. Een heerlijk Olaf shirtje. En het mooie Olaf bloesie. Hé, hey, ik ben weer helemaal fresh. We zijn nu bij Luca, alleen Luca doet echt tering lang erover. We gaan echt zoveel te laat komen, ouwe. Dit is echt... Besef, hoe laat is het nu? Kwart voor 4:00. Kwart voor 4:00. En ik had al 4:00 afgesproken, maar ik heb gelukkig wel even... Ik heb al een berichtje gestuurd van... Nee, Sven, jongen, ik ben even wat later. Sterallures. Hè? Huh? Sterallures. Sterallures? Sterallures. Als er iemand is die geen sterallures heeft, dan ben ik het wel. Ja, oké. Okay. Alleen je bent gewoon... Ik ben zo down to earth. Ik ben slecht in op tijd komen. Ja, dat is het gewoon. Dat heeft niks te maken met sterrenlures. Ik ben gewoon echt heel slecht in op tijd komen. Dat is echt een goede eigenschap. En ik ben er ook totaal niet trots op. Hé. Voor de dag ermee, hé. Verdomme. Ik was echt precies op tijd, toch? Ja, precies op tijd. Je bent helemaal niet precies op tijd. Precies op tijd, man, bro. Je ziet het. Lekker, man. Wat heb jij een kleurrijk jasje aan? Ja, ik wil dat je hem niet kwijtraakt in de Arnhem. Ja, dat komt goed. Ik denk dat je zo wel weer... Herken. Wat is lekker knus hier achterin? Ja, er liggen een paar jassen, maar dat maakt niet uit. Ach, joh. Let's go naar Arnhem! Dit is top. Dit is fantastisch. Kiel, zet even gewoon die vliegmodus aan, bro. Leuk, man. Naar fucking Zaandam rijden. Je moet gewoon even die vliegmodus aanklikken zo en dan vlieg je eroverheen. Ik dacht dat jouw auto dat had. Ik heb dat niet. Dat was een optie. Nee, dat was een optie. Die kon jij niet betalen? Nee. Beetje broke, man, bro. Zeg, gast, die vliegoptie was echt fucking duur. Vroeger was je anders. Ja. Ja. Hé, hey jongens, wat vinden jullie ervan? Echt een tering goed idee als Willem gewoon meedoet aan Lang Leven de Liefde. Ja, dat vind ik ook echt een goeie. Dat vind ik zeg maar, ik vind gewoon dat maar nee, een ander programma zo. Nee, Lang Leven de Liefde is leuk. Is leuk. Nee, maar kijk, je weet met welk doel je erin gaat. Je gaat niet voor liefde. Nee, ja, maar... Maar gewoon tribuneren. Ik doe het wel echt voor jullie plezier dan. Ja, maar doe het alsjeblieft. Als je terugkijkt daarna, denk je van, hey, ik heb die chick. Laat het zeg maar, ik weet niet of jullie het kennen, Lang Leven de Liefde, maar het is een programma. Dan gaan twee onbekende mensen, die komen elkaar dan, gaan ze samen in een huis zitten. Voor 24 uur, dan mag je daarna mag je verlengen als het leuk is. Yeah. En overal zijn zeg maar camera's. Maar wat is dan het doel? Dat je liefde vindt. Dat je liefde vindt. Maar ja, maar voor mij. Ja, dus gewoon chick helemaal teringhard lachen. Wij gaan nou teringhard lachen. Kijk hoe ver je er kan krijgen gewoon. Doe. Zeg maar, kijk, wat laat het weten in de reacties. Moet Willem zich opgeven voor Lang Leven de Liefde? Ik zeg doen, maar ik zag ik zeg ook doen. Ik ging gisteren dus kijken, terwijl ik in de studio zat. En zeg maar, je had heel veel mensen. Volgens mij moet je 5 dagen met elkaar in het huis zitten, maar ik weet niet of dat. Nee, 24 uur. Ja, en na die 24 uur krijg je de keuze om te gaan verlengen. Ja. Oh, en dan kan je 5 dagen zitten? Ja, volgens mij wel. Of een weekend of zoiets. Ik weet niet. 5 dagen is lang hoor. Ja, is wel ja maar lang. Ik zag dus ook één dat je 5 dagen met elkaar zat. En als je wilde, kun je gewoon weggaan. Oh. Dus dat is dan wel weer het mooie. Je zit niet per se vast aan die chat. Ja, je mag weg. Kan wel gewoon midden in de nacht hoop je. Ja. Maar het is gewoon super leuk. Zeg maar, er was vet vaak was er een soort van match-up, maar die match-up klopte. Dat je bijvoorbeeld zo'n chick, die was gewoon veel te dominant en wilde eigenlijk gewoon een guy die veel meer. Die een beetje pit had. Ja, veel meer pit had. En dan kreeg je zo'n hele soft. Ja, zo'n softe guy. Die heb ik ook gezien, ja. Die deed alles perfect. Voor... En dan zei ze bijvoorbeeld dit. Ik wil dat je meer initiatief toont. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Maar zo ben je.
Ik vind dat soort programma's wel echt leuk om maar te kijken. Het is echt vermaak. Wat moet, met wie moet ik gematcht worden dan? Wat voor type? Ja, dat weet, dat moet dat jij, dus dat moet nee, jij weten. Dat geef jij aan van, joh, ik wil een vrouw die meer. Ja, maar dan vraag ik aan jullie. Ik zou je gewoon opgeven. Weet je wat? Wij doen het wel. Wij geven jou wel. Kom goed. Thanks. Je was op zoek naar alle aandacht. Ik had gehoopt dat ik ernaast zat. Ik zie je lijf op zijn foto. Ik vind het goed zo. Je was op zoek naar alle aandacht. Nou jongens, ik heb Willem afgezet in Utrecht. En we zijn nu onderweg naar Arnhem. En we hadden om 4 uur afgesproken. En we komen om 5:30 aan. Ja, anderhalf uur te laat. Man. Dat is echt typisch influencer artiesten. Zo kom je daar weer niet te laat. Zo denk je dat je dat kan maken? Nee, ik kan dat niet maken. Maar ik heb gewoon netjes. Ik heb hem netjes gebeld. Ik heb zo gezegd, joh, de Koentunnel staat open. Of de, weet je wat hij zei? Hij zei, ik ben een half uurtje later. Houd toch op. Het is nu. Maat, ik zeg, ik kom zo snel mogelijk. Ik heb allemaal niks gezegd. Weet je, belachelijk. Nee, maar we zijn er over een half uurtje. Ik ben benieuwd, man, wat je gaat maken vandaag. Goed, hè? Nee, Jos, ik ben benieuwd. Ik ga echt even. Hebben ze al veel muziek van je gehoord? Niet heel veel. Ben je zeg maar van plan om binnenkort te droppen? Ja, maar ik heb al heel vaak gezegd. Pre-merch, jongens. Ik heb al heel vaak gezegd, maar ik wil eerst even alles op een rijtje hebben en gefixt hebben voordat ik zeg maar dingen ga droppen. Okay. Ik wil niet gaan droppen en dat ik dan zeg maar weer maandenlang niks ga doen. En dan. Ik wil eerst gewoon echt even steady hebben van oké, deze nummers passen een beetje bij elkaar. Dit is één geheel. Dan ga ik droppen. Oké, dan heb ik een vraag voor de mensen thuis. Laat even in de comments weten wat voor sound jullie doof zouden vinden bij Vincent. Wat voor platen wellicht. En dan kunnen we dat gewoon gaan maken, snap je? Dan heeft hij gewoon een richtlijn. Maakt hij ook direct iets wat jullie leuk vinden, weet je? En ik maak natuurlijk ook zelf leuk in. Ja, dat is ook belangrijk, maar een beetje mix van beide. Precies. Nou jongens, we zijn er bijna en dan gaan we even domme tunes maken met Sven. Kijk eens eventjes waar we zijn. Sven, ja, dat is lang geleden. Ja. Ben jij ooit in de vlog gekomen? Nee, volgens mij niet, man. Ah, dit is een primeurtje, jongens. Ja, toch? Ja, Sven die had laatst ook echt een zieke remix gemaakt van het, hoe heet het nummer eigenlijk in het echt? Die ene die ik zo hard vond. Whisper. Die was zo hard. Ik had er laatst ook een TikTok op gemaakt, maar Sven die zit dus ook op TikTok. En dan gaat hij zeg maar bekende nummers gaat hij dus ommixen naar gewoon een veel vettere versie. Maar ik vond hem echt heel vet. Ja man, ik vind het zo tering hard. Ja, dit moet je echt gaan afmaken. Komt eraan, Soundcloud. Maar als jullie meer van Sven willen zien, moet je even grummel. Grummel? Wow, hoe schrijf je het eigenlijk uit? Grummel of Grummel? Ja, grummel. Gewoon. Grummel, op TikTok. Ga checken, het is echt leuk. DJ in the free times. No. Yeah, show. So, if you want to scratch, you gotta use the A to the B, you know. You can do the baby scratch, you know. You gotta, but, you know, you see that, you gotta look like this and that. Ja, wat ben je nou aan het doen, man? Gast, ik ben gewoon fucking goed aan het draaien, gast. Oké. Gozer. Echt super nice, hè? Ja. Sven zit in zijn eigen space. Laat me maar even. Laat Sven maar even. Ja. Kom s'avonds naar je toe. Voel je die? Je weet ik vind die cool, hè? Voel je die? Hey, ja man, lid. Lid. Ja. Je weet hoe het zit. Rap is de shit. In de mic, ik vuur lid. Nou maar laat dat. Oké. Je weet wat ik doe. Echte mannen lijken op een koe. Mijn babyvest, ik pak die zipper. Ik zweer, je dacht je was lid hoor. Je pis wat horen, maar ik skip door. Zo. Echte mannen die zijn fitter. Je zusje, ik zweer, ik wip er. Jij yeah, stoort, yeah, jij hinder. Yeah. Besef je wel eens als je niet k***baak bent, vraag me af. Ben je Marky? Jezus, ik lijk als een gek, jij bent niet Barky, ik heb een lijpere karkie. Oh! Oké. Ja, 15 bitches. Schat, wat is er? Schat, wat is er? Is er, jij wilt meer, maar ik wil minder. Nou jongens,
jongens, je ziet het, zo gaat het meestal een beetje. Dan is Sven gewoon muziek aan het maken en dan zijn we gewoon een beetje aan het kutten. Een beetje teksten bedenken, een beetje kloten. Als ik eerlijk ben, denkt Sven gewoon, what the fuck heb ik mezelf... What the fuck heb ik nu weer in de studio gebracht? Het is steeds zo'n grapje hier, terwijl die aansloopt piano te spelen. Maar jij bent gewoon een klootzak. Hij heeft hem ook gewoon uitgezet. Luca die zat de hele tijd in die piano te drukken, waardoor Sven geen beat kon maken. Ik ga je uitleggen, Sven wil mij gewoon echt niet goed zien, snap je? Ik loop hier... Gewoon echt niet toch? Niet zo doen! Flikken! Ja, deze man heeft gewoon het lef om die piano uit te zetten. Tfoeh, dat kan echt niet hoor. Zeg op Twilly. Je draait het om, man. Jij hebt geen respect voor mijn beats. Ik ben hier gewoon... Dat vind ik ook wel. Hij zit hier... Pingelen en ik zit hier gewoon mijn werk te doen. Hij zit hier een beetje muzikaal te wezen. Maar je bent bezig met je beat en ik geef je een perfecte aanvulling, maar je wilt het niet horen, snap je? Ik wil het wel horen, maar het is gewoon niet goed genoeg. Dat moet je ook snappen. Wow. Dat moet je ook snappen. Zeg je nou gewoon dat ik nep ben? Zeg je dat? Moet je ook snappen. Wacht. Ja, ik vind het belachelijk. Luca, hier is de deur. Luca. Ik moet een break. Ik check uit. Hoho, eindelijk, Bik. Kijk, nu kunnen we echt gaan. Nu kunnen we echt dikke tunes maken. Meisje, ik laat je zien dat ik echt beter ben. Je hoort het, ik laat je zien dat ik beter ben. Met boksen. Wat vind je ervan? Laat het in de comments weten. Oh, wat jij hebt gemaakt. Ja, hij zit alleen maar te gamen. Het is helemaal shit. Het gaat over Luca. Laat jezelf gaan aan je onzekerheid. En ik weet het van mezelf, kan soms vervelend zijn. Ik wil het beste voor ons beiden, is dat wederzijds. Want mijn wereld is zo stil als jij niet bent bij mij. Ook al zijn er issues, jij weet wat ik wil en wat ik nodig heb. Ik weet niet of je dit voelt, maar meisje, ik laat je zien dat ik echt beter ben. Nou, dat was hem weer een dag. Dat was hem weer. Het is 10:45. Het is 10:45 en we gaan lekker naar huis. Ik ben wel moe, man, ik zeg je eerlijk. Ik ben ook wel moe. Maar jij hebt ook een studio sessie gehad, hè? Tot 6:00 s'nachts, heb ik gehoord. Dat is helemaal waar. Dus ik snap dat je moe bent. En morgen weer. Maar jongens, het was geslaagd. We hebben een leuk demootje gemaakt. Leuk opzetje. Het was weer gezellig om Sven te zien na een lange tijd. Sven Kramer. Ja, Sven Kramer. Ja. En we gaan lekker richting huis. Nou ja, trouwens, moet ik eerst nog deze idioot afzetten bij Zaandam. Bro, je doet het ook alsof het ver is, hè? Pik, Zaandam is fucking ver. Bro, dat is echt misschien 20 minuten naar jou, bro. Ik vind het ver. Oh, maar jij woont niet meer in Haarlem. Nee, ik woon toch nu in Amsterdam. Ja, oké, dat is wel om. Ja, dat is fucking om. Jij zegt ook tegen mij, jij zou ook laatst tegen... Net ik zei tegen jou, ja, je rijdt er lang. Hoezo, je rijdt er lang? Ik zo, nee, echt totaal niet. Ja, ik dacht echt dat je nog in Haarlem woonde. Ik weet niet waarom. Ik ben nog in je huis geweest ook. Koud het dom. Ja, fucking dom. Nou jongens, we zien je maar wat slaaptekort met je doet, hè. Dan werkt je brein niet meer zo goed. Man. Lekker weer thuis. En het is weer echt heel erg mistig. Maar we gaan lekker naar binnen. En we gaan naar boven. En ik ben gesloopt. Ik ga lekker mijn bed in. Heerlijk. Ik ben weer lekker boven. En iedereen ligt al te slapen. Wat logisch is, want het is al 1:00 s'nachts. Dus ik ga een beetje stil zijn. En ik ga ook lekker mijn bed in. Maar vond je deze video nou leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.